Chris Scheffer. Goedemorgen. Ik doe het niet. Zo, ups. Zo. U heeft nogal dieren. Ja, mon ook. U bent een echte dierenliefhebber. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En hoe komt dat zo? Van oudsher al? Of? Nee, heb ik altijd gehad. Wat fascineert u zo aan de dieren? Ja, fascineren. Moeilijk uit te leggen. Je hebt het gewoon of je hebt het niet. Ah, het is wel een fascinatie, toch? Ja, dat wel natuurlijk, anders doe je dit niet. Nee. Maar je hebt het of je hebt het niet, dat kun je niet uitleggen. Ik zou je zeggen, ik had een opa. En dat was net zo merkwaardig als ik, maar misschien nog wel een beetje erger. Waarom noemt u uzelf nou merkwaardig? Ja, omdat ik dat ook ben. Maar goed. Het is allemaal familie van elkaar, dus dat erf ook door. Dat zwarte paardje daar, die is helemaal Zetlander. Oké. Okay. En die anderen die zijn stuk voor stuk, zijn ze gekruist met Appaloosa. Dus ze hebben allemaal, verder hebben ze 50% Appaloosa bloed. En 50% Zetlander. Die ook, die daar staat. Dan zie je het niet, maar die is ook half Appaloosa. Die is van Mythos. En ik heb er nog eentje van Mythos trouwens, die staat er geen zachter. Die is echt marmerbont. Maar als u zoveel dieren heeft, het kost natuurlijk toch ook heel veel tijd om ze te onderhouden. Het kost natuurlijk ook geld om ze eten te geven. Ja, maar voor de rest is het dan niks meer. Kijk. Ik heb trouwens 14 dagen geleden iets heel naast meegemaakt hier. Ja. Wat is er gebeurd dan? Ja, dat zei ik dan. Ineens begon hij dus een beetje bijterig. Ja. Een beetje jachten na lopen. En vanaf, laten we zeggen, het laatste half jaar, dan had ik een stok bij me. Ja. Niet dat ik hem hoefde slaan, weet je, maar even afweren als die te dichtbij kwam en zo. Hè. Nou, maar dat kwam in de stroomversnelling de laatste maand. Ja. Ik denk, nou is het gebeurd. Hè. En trek hem laat uit en dan zie je, het zat er al lang aan te komen. En dat was op zondagmorgen, dat was dus zeg maar 14 dagen geleden. En wat gebeurt er dan met u als u dan een dier waar u toch heel lang voor gezorgd heeft, dat er euthanasie moet gebeuren? Ja, die is een beetje kapot van natuurlijk. Am I losing you? Are my fears coming true? How I wish I knew. Am I losing you? Ik ben geboren op een heel onbewaakt moment in de Tweede Wereldoorlog. Ja? En als je dat vertelt, dan zeg je nou. In die Tweede Wereldoorlog, weet je, zijn miljoenen mensen gedood. Miljoenen. Ja? En ik ben erdoor geboren. Een giller. Wat had je dus zo, kijk, mijn ouders dus, die woonden. Hey, die einde nog even deur, want dan sluit ik je nog op ook nog. Ja, dat zit me echt dwars, weet je, dat hele, jullie vragen daar nou naar, hè. Maar dat zit me echt heel erg dwars. Dan kon het gebeuren dat dus alle mannen in de straat, die kregen dan gewoon te horen, jullie moeten morgen met een bats, zo'n schep, laten we zeggen, in de schoolstraat. En dan moesten ze dus grondwerk doen, weet je wel. Gerrit de Kolenboer en mijn vader met zijn vishal, die kwamen meestal niet. Genoeg voor het concentratiekamp, hè. Vlucht. Was dat dan. Ja. Gelijk het boek, naam, ooit de nacht weer in zijn overgehoord, dus die SS. Zo, en daar zaten ze, de boosdoeners. Vannacht waren we opgehaald door de SS naar Vught. En de panzerwagens kwamen wat dichterbij. En nog wat dichterbij. Die nacht dus, dat hij opgehaald werd van de SS. Maar op een gegeven moment stonden de panzerwagens al daar op hoek. En toen komen de panzerwagens hiervoor. En dan had je toen een grindpad daar. En toen hoorden ze lazen in het grindpad. En toen mijn vader in doodsmond, weet je, dus die vliegt de kelder in. Hè. En mijn moeder die doet rillend
open, want anders schieten ze dwars door de deur, want er werd geklopt. Hè. Mijn moeder die echt die over de zenuwen doet die open en mijn vader zat onder in de kelder. En staat daar een luitenant van de SS. Of van de SS, nu van een Duitse luitenant. En weet je wat hij zei? Goedenavond, genedige vrouw, biedt u de weg naar Leeuw. Mooi naam, met alle drukte dus. Die nacht is dat gebeurd. Uitgerekend die nacht en dan met al dat, die spanning. En wat had hij dus gezegd, die Duitse? Dank u veelmaals, genedige vrouw, biedt u zeer. Goedenavond, staat mijn moeder met een slof sigaretten in de hand. Nou, ik geloof met die spanning dat ze zich toen natuurlijk uitgeleefd hebben. Dat moet het geweest zijn, want ze hadden er geen... Ze zijn hier gekomen dus. Heidi! Schijnstuurt. Dus u bent eigenlijk geboren uit vreugde voor niet opgepakt zijn? Ja, zo zal het wel gebeuren. Ik denk het, ja. Hoe lang heeft u hier met uw ouders gewoond? Tot, hoe oud was u? Ja, midden 70, ik was 32. Toen was mijn ouders hier, ik ben 3 jaar later mijn moeder. Tot uw 32e bij uw ouders gewoond? Ja. Hoe is dat die tijd gegaan dan in de latere leeftijd? Van 20 tot in de 30? Ik was toch gek? Ik was toch gek? Hey! Godverre op! Ik heb geen zin om nog op donder de reet te krijgen. Ja, als je dan... Als je de godganselijke dag door te horen krijgt dat je stapelgek bent. Ja, dan krijg je dat. Dan krijg je dat. Is het zo dat hoe u nu leeft, zeg maar ook hier, geeft u uw ouders de schuld? Ja, helemaal. Helemaal. Totaal. Ja. Wat had u graag van ze willen hebben? Wat ik van ze had willen hebben. Wat zou ik van ze willen hebben? Waar verlangde u toen naar? Wat ze deden, wat u dan als prettig zou ervaren? Is het een gemis van liefde wat er niet was? Dat kende je niet, dat was er gewoon niet. Dat was het niet. Ze praten tegen mij in scheldwoorden. Ze hadden iedereen een eigen repertoire als scheldwoorden. En als u dan de 18 gepasseerd bent, dan staat u dat dan boven, lijkt mij. Dan... Nee, dat kon ik niet. Dat kon ik al niet meer. Dan zat ik al veel te ver op een zijspoor. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing. And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it mine. Als ik nou even goed bekijk, wat is dan uw bron van inkomsten dan op dit moment? Ja, wat denk je? Ik heb AOW. Wat weet je? Ja, zo. Ik kan het daar ook goed mee redden, want als ik hoor €800 in de maand voor de dieren... Nee, dat kan ik niet. Dus het gaat net, maar... De bank die staat erachter. Hè. Ja. En als ik niet uitkijk, dan word ik over een paar jaar ook eruit gezet. En dan? En dan moeten die dieren weg of ik ga eruit. Hoe bedoelt u, gaat eruit? Dan word ik het huis uitgezet. Zo is het ook. En wat doet u dan? Niks meer. Niks. Dan is het afgelopen. Heeft een keer gezegd hoe het moest. Als ze wat vragen, dan geef ik korte en bondige antwoorden met 2 woorden. En als ze niks vragen, moet ik op die golden. Ja, zo ging het hier. Ja, en wat jij net zei, dus laten we zeggen, die anderen op school die gingen naar de dansles. Ik zat er ook niet mee, ik weet niet, het trok me ook niet. Hè. Maar het werd niet gestimuleerd en het zou tegengehouden zijn, weet ik van tevoren. Ja, ik had helemaal geen contact met andere mensen, totaal niet. Hé! Hey! Hou eens op. Godverdomme, dat is niet. En... Ja, dat ging gewoon. Ik ben helemaal buiten omgeleefd eigenlijk, hè. Had u graag een vrouw bij u willen hebben? Ja, toen wel, maar nu niet meer. Ik was helemaal weg van een paar meisjes hier in de winkel. Op dat moment, nou net. Ja, en dan kun je natuurlijk nagaan van die snolletjes van de jaren 16, wat dat wordt, als ik de 63 jaar oud.
Die waren zo aardig voor me, ja. Die hadden dat door. Die waren reuze lief voor me. Als ik de zaterdags morgens kwam, dan was het een feestje voor me. Dat vond ik heerlijk toen, ja. Ja. Je snapt, ik was 63 en hun waren zoiets van, ik schat 16, hè. Dus, maar ja, goed, je hebt dat toch even, weet je wel, hè. Is het dan de aandacht? Is het dan de behoefte? Dat hang je natuurlijk al, dat fantaseer je erbij. Zo gaat het toch gewoon. En er zijn er wel meer die dat doen, hoor. Er zijn wel meer keurig net getrouwde mannen. Hè? En die hebben Jolanda thuis. Maar och, wat kleden ze graag stiekem in de Playboy op zolder. Ja. En die gevallen heb ik meegemaakt, hoor. Ja? Als nou allemaal zulke flinke kerels zijn, niet van die mislukkingen als ik. Maar van die flinke kerels. Waarom de penthouse en de Playboy, waarom is dat dan? Hè? Waarom kopen ze dat dan? Waarom wordt dat nog gedrukt? Vertel eens. Ja. We hebben hier een stukje met u meegelopen. We zijn ook even binnen geweest. U heeft heel veel verteld over uw verleden ook. Ja, dat komt niet onderuit. Ja, jullie begonnen erover. Dat komt er echt niet onderuit, ja. U vertelde daar niet graag over? Nee, ik vertel daar niet graag over. Meestal praat ik eroverheen. Waarom? Dat ligt nou echt achter me. Hoe vond u dat wij hier waren en u het toch tegen ons verteld heeft? Ja, dat is heel gek. Dat heb ik laatst ook nog eens een keer tegen van jullie collega's, zeg maar, gezegd. Ja. Ik ben niet eens met welke. Dat verbaast mezelf. Ik praat tegen die luidjes van de televisie of wie dan andere. Daar praat ik zo makkelijk tegen, maar ik denk dat het dit is. Kijk, stel, ik zou, wat ook wel eens een keer gebeurt, dat je echt zegt van die klootzak, weet je wel, die daar, hè. Wat een zak. Snap je? Als ik dat hier in Didam zeg, nou, die in kwestie dus, die weet het over een uur ook. Je bent niet vrij. En tegen mensen van de tv of wat ook, of buitenstaanders, heb ik het idee van, daar kan ik vrij uit praten. Hoe vond u dat wij hier waren? Nou, leuk. Niet vervelend? Nee, vervelend zeker niet. Nee.